De Champions Club Arena. Het is lang geleden dat ik nog naar zo'n filmpjes gekeken heb, maar het is toch tegenwoordig altijd COD, dus... Het is zo mee dat ik er niet meer naar kijk. Ook voor mijn eigen niet te kwellen, dat ik niet er stiekem goesting zou verkrijgen. Maar ik moet zeggen, ik heb, eigenlijk mankeer ik het niet. Ik mis COD helemaal niet. Je moet dat niet gaan zoeken ook, vind ik, als je het aan Espera alle dagen naar zo'n filmpje erover ontziet. We're attacking! Plant the bomb in either site! We moeten kiezen en dan lock in drukken. Je kunt ook view loadouts, want iedereen heeft zijn eigen wapens ook, hè. En zijn eigen skills. En elke keer dat je geld verdient, dan moet je die verkopen. Dus als je de eerste match verliest en je hebt de eerste ronde al direct dingen gekocht, dan kun je geen heavy gun pakken. Het is dan mee dat ik het ook zo Fortnite stijl vind. En ook zo die third person. Je kunt wel wat schouderen veranderen en zo. Ik ga wel een perk kopen. Als ik damage zet, dan mijn movement speed versneld, omdat dat echt handig is in het begin. Dat veel mensen schieten op mij met een handgun en dan kan ik sneller weglopen. Ik heb deze nog nooit gespeeld. Nee. Is het een gym? Ja, effectief. Ik had ze beat clippen voor hem. Is het dog? Just better. Ja. Hoi, ik hoor mensen. Give me up. This is what I do. Allee jongen, blijf stil. Ah, te laat. Ik ga blijven stil zitten en had ik kunnen reviven. Oei, we hebben een EFK. 45 seconds left. Hoe bezig, jongen? Kom jij hier eigenlijk toe? Ja.